eens kijken, hertenfilet van het Rooise hert op de ouderwetse manier. Dat is op het beeldscherm haarwild. Ja, dat ga ik dus even intoetsen. En dat betekent dat ik nu een computer ga gebruiken om paprika te bepalen. Deze computer is een echte paprika. Die weet er alles van. Wat zit in dit kastje? Dat kastje geeft de computer een geweldige intelligentie. In dat kastje kunnen duizenden regels per seconde worden nagegaan, worden getest. Een eerste voorbeeld van kunstmatige intelligentie wat we niet wilden onthouden in wondere wereld. Een prachtig filmpje uit 1987, De Wondere Wereld met Griet Titulaar. Maar wat zoeken we? Wat kon die computer? Is het moeilijk, Griet? Ja. Bart is een mooie tekening aan het maken. Oh. Dus wat heb ik staan? Ik heb een mooie tekening van een appel. Dank u wel, Bart. Van een paprika! Van een paprika! Oh, het is een paprika. Ik wist het, echt niet. Als je nog eens een tekening maakt, kan je er misschien bijschrijven wat het precies is. Dat de mensen thuis het ook weten. Dus Bart tekent een mooie paprika. Ik zie twee keer calorie staan en ik zie één keer spellingscontrole. We kijken gewoon naar het goede antwoord. Deze computer is een echte wijnexpert, die weet er alles van. En ik zie nu dat ik uit deze wijnen zou kunnen kiezen. Een eerste voorbeeld van kunstmatige intelligentie wat we niet wilden onthouden in wondere wereld. Amai. 1987, met heel de computer naar het restaurant. Bam. Intikken wat je gaat eten, berekening, en dan komen daar in grote groene letters de wijnsuggesties. Ah. Ja, dus de mijteren in de computer. Ja, klopt. Sjaak, je bent een wijnliefhebber. Ja. Geloof je daarin, in dat soort wijnvoorspellers? Al die een uitleg van een met dat en die en dat moet bij dat. Ik vind dat erg vermoeiend. Bij mij ben ik nu alcoholieker geworden en ik trek me dat eten in mijn hand.